De politie gaat hard optreden tegen buschauffeurs die het verkeer onnodig ophouden. Dit zegt Milton Kensmil, woordvoerder van het Korps Politie Suriname, in het kader van de gewijzigde verkeerssituatie door het afsluiten van de brug over het Van het Hogeruisstraat. Hij meent dat er ook aanpassingen moeten komen om het verkeer beter te laten vlotten. Belast is met het plaatsen van fysieke bushaltes, dus die borden. Voor deze nieuwe situatie, dus die situatie ongeveer een jaar zal gaan duren, die inspanning zal moeten plegen om buschauffeurs de gelegenheid te geven zodanig in te schuiven langs de weg dat ze het overig verkeer niet hinderen. Maar dan heb je ook het gedrag van de individuele buschauffeur die ervoor zorg moet dragen dat bij het laten instappen, want we hebben het gedrag gezien, bij het laten instappen van passagiers, dat ze niet in, ze schuiven niet. Ja, ze parkeren niet aan de zijde van de weg. Ja, of stoppen aan de zijde van de weg. Nee, ze blijven op de rijbaan. En houden zo de rest van het verkeer daarachter op. Maar dat doen ze niet zozeer om weer makkelijk in te kunnen voegen, maar om de andere buschauffeur die 4 voertuigen verder achter is, de pas af te snijden. Dat die niet met de passagiers er vandoor gaat. Kensmil zegt dat de politie ook bekend is dat buschauffeurs rijden op het bromfietsenpad. Hij drukt die chauffeurs op het hart om dergelijke steuns achterwege te laten. We voeren een no-nonsense beleid op dit stuk. En ik kan met heel zachte drang, heel zachte woorden, kan ik aangeven dat we een gevoelige aanslag zullen plegen op de geldinhoud van uw portemonnee. Als u dit soort stunts uithaalt door het verkeer onnodig op te houden. Wat is die nodig? Ja, schuif even naar de kant. Laat passagiers instijgen en probeer weer in te voegen. Kensmil meldt dat er nog wat voorstellen liggen rond aanpassingen in het verkeer, maar nog besproken moeten worden.